Helemaal welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ga weer een week vlog maken voor jullie, omdat ik dat grappig vond. Niet dat ik heel veel bijzonders kan doen in deze tijd, maar oké. Ik moet gewoon werken en stage lopen, dus ik dacht, waarom ga ik het niet gewoon even vloggen? Dat vind ik leuk. In ieder geval, als je het leuk vindt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat een reactie achter in de comments. En volg mijn social media, staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie zo meteen als ik aangekleed ben. Dit is mijn outfit voor vandaag. Ik heb een nieuw oorbellen van de Action. Heb ik laatst gekocht. Ik heb een shirt van Ariana Grande aan. Heb ik bij de H&M gekocht. En deze broek, as usual, die heb ik van New York gekocht. Kijk, ik heb net al eventjes wat schoolwerk gedaan. Ik ga nu even mijn was vouwen. Jongens, mijn was is gevouwen. Ik ga denk ik nu even mijn kamer een beetje opruimen, want dat is echt een grote teringzooi. En daarna ga ik de wc schoonmaken en dan heb ik pauze. Maar oké. Ik ga even mijn kamer opruimen. Ik zal de lamp aanzetten hier. Misschien is het beter. Kijk. Deze berg kleding, die kan ik eigenlijk niks mee doen, want het moet allemaal nog gewassen worden omdat het nieuw is. Maar ik weet niet welke ik moet laten. Ja, in de was. Maar ik bedoel, mijn moeder wil altijd alles apart was omdat het nieuw is. Dus. Maar oké. Dat zie ik wel even waar ik dat ga laten. We gaan gewoon maar ergens beginnen, want het is wel echt heel erg nodig. Laat trouwens nog eventjes weten wat jullie het stomste klusje vinden in huis. Want ik vind sowieso de wc schoonmaken echt het meest irritant wat ik moet doen. Omdat ik vind het gewoon nogal vies. En het is gewoon, ik vind het gewoon echt verschrikkelijk. Laat even dus weten wat jullie het meest stomme vinden om te doen in huis. Laat het achter in de comments, vind ik leuk om te lezen. En als je me nog niet volgt op Instagram, doe dat nu eventjes. Oké, wij gaan eventjes jullie kijken. En wat wij bedoel ik, mijn zusje en ik. Hoi! En daarna, ik ga dus voor vanavond even de vlog afsluiten. En dan zie ik jullie morgen weer. Bye! Zoals jullie zien ben ik weer thuis. Ik heb net even gewerkt van 9 tot 2:30. Nu ga ik eventjes lunchen. En dan ga ik weer met de hond uit. Mijn zus en ik gaan weer even hier kijken. En deze keer is het Rocker Horror Picture Show team. Dus ik vind het helemaal leuk. Ik zie jullie morgen weer. Doei! Mooi. Welkom bij weer een nieuwe dag. We zijn weer thuis van stage. Niet heel erg lang geweest of zo, maar gewoon iets van 3 uurtjes. Maar in ieder geval, ik heb er eventjes stage gelopen. Morgen en overmorgen weer. Dus dan weten jullie dat vast. Ik heb vast ook even wat kleine boodschappen gedaan. En ja. Nu kom ik nog even niet van mijn vrije dag. Cupcakejes bakken. Ja, wat zeg ik? Ik ga voor vandaag de vlog afsluiten. Ik zie jullie morgen weer. Doei! Hey, goedemorgen. Sorry voor mijn afsluiting. Ik heb vandaag weer stage. Dus maar. We staan nu op het schoolplein en ze zijn hier echt muziek aan luisteren. Ze echt slaat helemaal naar ons op. Maar oké. Ben je ook in mijn vlog? Ben je ook in mijn vlog? Ja hoor. Nou, dus raar. Misschien ben ik nu weer thuis. Ik ga zo meteen even met mijn zusje jullie kijken. Het is nu bijna 1 uur trouwens. Ik ben net terug uit stage. Ik vond het trouwens echt leuk op stage vandaag. Morgen heb ik nog even een kort dagje, denk ik. Want ik hoef niet zoveel te doen. En niemand van mijn stageleiders zijn er. Dus dan ga ik even gewoon wat doen. Voor mezelf, denk ik. En even misschien wat andere docenten helpen die hulp nodig hebben voor het opstarten van de school. Want 11 mei gaan de scholen natuurlijk weer open. Dus
Alleen heb ik dus het nieuws. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, laat maar. Maar er is niet heel erg goed nieuws binnen het bedrijf, zeg maar. In verband met gezondheid en zo. Maar in ieder geval, ik ben dus weer thuis. Ik ga het even jullie kijken, want daar ben ik echt helemaal verslaafd aan. Dan zie ik jullie zo meteen, denk ik weer. Ik weet niet wanneer, maar ik zie jullie vanzelf alweer. Bye! Ik ben weer thuis van stage. Ik heb me ook eventjes omgekleed. Dus vond ik wel even nodig aangezien deze situatie. Jongens, het is vandaag zaterdag en vandaag moet ik weer werken. En ik ga jullie vandaag weer een beetje meenemen. Hi, ik ben weer thuis. Waar ik ga voor vandaag in ieder geval pas een vlog afsluiten, want ik heb toch niks boeiend om te doen. Dus ja. Een hele goede morgen. Ik zit nog in mijn pyjama, maar ik ga zo meteen omkleden, want ik heb straks moet straks weer werken. Dus daar is mijn zusje. Dus het wordt weer niet een hele erg bijzondere vlogdag. Maar oké, het is trouwens ook de laatste dag dat ik vandaag ga vloggen. Zo, dat was moeilijk. Dus enjoy watching the last day of my vlog. Ik ben weer thuis. Ik ga denk ik voor vandaag vast even de vlog afsluiten. Want ja, ik moet hem ook nog editen en uploaden. En dat duurt heel veel. Dat duurt best wel lang. En dan komt hij als goed is vandaag nog online. Dus vandaar dat ik hem vandaag al afsluit. En het is ook eigenlijk niet echt heel erg bijzonder meer om te vloggen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ja, ik hoop dat jullie het wel een beetje leuk vonden. Ondanks dat het een vlog was dat niet heel erg bijzonder was. Maar oké, heel erg bedankt voor het kijken. Doeg, ik zie jullie weer bij de volgende.